Best for Soil groenbemesters voordelen en nadelen. Hallo, mijn naam is Vincent en ik doe veel onderzoek naar het gebruik van groenbemesters om bodemziekte te verminderen. Ik ben me er dan ook van bewust dat deze teelt voor voordelen maar ook enkele nadelen heeft. Ze worden gepresenteerd in de Best for Soil video. De effecten van groenbemesters zijn niet specifiek en kunnen een invloed hebben op een breed scala aan bodemziekten. Aangezien het effect van groenbemesters niet voorkomt uit een enkel of specifiek werkingsmechanisme, is het uiterst onwaarschijnlijk dat ziekte of aaltjes resistentie zullen ontwikkelen tegen de effecten van groenbemesters. Het is een natuurlijke methode en de teelt van groenbemesters wordt daarom algemeen aanvaard, vooral door consumenten en milieuorganisaties. In vruchtwisselingen met een dominante groep plantensoorten, bijvoorbeeld meerdere Brassica-soorten in een plantaardig productiesysteem, kunnen gewassen of groenbemesters worden gebruikt als een rustgewas dat deze reeks onderbreekt en daardoor de druk van bodemziekte vermindert. Een rustgewas is een gewas dat niet dezelfde ziekte kent als de hoofdgewassen en daardoor de ziektecyclus doorbreekt. Meer informatie over dit onderwerp wordt gegeven in de Best for Soil video over vruchtwisseling. Snelgroeiende en diepwortelende planten kunnen worden gebruikt om de stikstof, die in de warme zomer en herfstmaanden gemineraliseerd wordt, in de bodem vast te leggen. Dit vermindert de nitraatuitspoeling naar de grondwater tijdens de winterperiode. Groenbemesters beschermen het bodemoppervlak tegen wind en regen, waardoor erosie sterk wordt verminderd. Ze verbeteren ook de waterinfiltratie, wat vooral nuttig is in het geval van hevige regenval. Bovendien stabiliseert het dichte wortelstelsel van de groenbemesters de bodem, wat vooral belangrijk is op heuvelachtige terreinen. Het bedekken van de bodem in de winter is een wettelijke verplichting die vergroening wordt genoemd. Met de juiste keuze van het gewas kan deze verplichting worden gebruikt om de gezondheidstoestand van de bodem te verbeteren. Vergeleken met andere methoden zoals stoomsterilisatie of het gebruik van chemicaliën is het gebruik van groenbemesters in veel gevallen goedkoper. Groenbemesters brengen gemakkelijke beschikbare voedingsstoffen terug naar de bouwvoer. Vanggewassen die worden geteeld om verlies van voedingsstoffen met name nitraat te voorkomen, helpen om geld te besparen omdat er minder meststoffen hoeven te worden gebruikt in het volgende gewas. De tilt van groenbemesters verbetert de bodemstructuur. Diepgewortelde soorten met grote penwortels, zoals bij brassica's, verbeteren de infiltratiesnelheid van het water en verminderen daarmee het verlies van regenwater door afstroming. Zelfs een snel groeiende groenbemester heeft in de zomer minstens een tiltperiode van twee maanden nodig en in het koelere deel van het jaar nog langer. Gedurende deze tijd kan het land niet gebruikt worden voor gewassen die geoogst en verkocht kunnen worden. Voor bepaalde speciale groenbemesters, zoals Afrikaantjes of specifieke cultivars, kan de beschikbaarheid van zaad een probleem zijn en moet ruim van tevoren worden gepland. Wanneer een teler een nieuwe groenbemester teelt, kan een gebrek aan kennis van het gewas en het niet beschikken over de juiste zaaimachines een grote belemmering zijn voor een succesvolle teelt. In sommige landen bestaan er regels die het inwerken van groenbemesters beperken of andere aspecten van de teelt reguleren. Groenbemesters kunnen waadplanten zijn van bodemziekte of aaltjes die ook vermeerderen of schadelijk zijn voor de belangrijkste gewassen binnen de vruchtwisseling. In dergelijke gevallen kunnen ze de druk van bodemziekte eerder verhogen dan verlagen. Wanneer groenbemesters niet worden verwijderd of ingewerkt voordat ze zaden vormen. Kunnen ze zelfs een onkruidprobleem worden? Dit speelt vooral bij gassoorten. De Best for Soil databases voor de waardplantstatus voor ziekteverwekkers bevatten ook een breed scala aan groenbemesters. Deze informatie kunnen telers gebruiken bij de planning van een goede en robuuste vruchtwisseling.